Hi allemaal, het is alweer een tijdje geleden, maar Larissa en ik hebben een Snapchat hack video online gezet. Misschien een half jaar geleden of zo? Ja, al een tijdje geleden inderdaad. Als je die nog niet hebt gezien, check hem dan even. Ik zet hem wel hierboven in het i'tje en ook beneden in de beschrijving. En op een gegeven moment kwam Instagram Stories uit. En het was eerst echt een shock. En nu inmiddels zijn we er wel aan gewend. Mm-hmm. We vinden het echt top. En we dachten, het wordt eigenlijk wel weer tijd om dan Instagram Stories hacks te gaan delen. Dus in deze video laten we jullie 7 hacks zien voor Instagram Stories. Ze zijn echt super leuk. En mocht je ons nog niet volgen op Instagram, Tara heet Tara Verbon. Ik heet Larissa Verbon. Dus daar kan je ons ook volgen. Daar kun je ook onze Instagram Stories volgen. Dus doe dat vooral zeker. En dan gaan we jullie nu in deze video laten zien wat voor allemaal leuke dingen jullie mee kan doen. Hack nummer 1 is het pauzeren van foto's en video's in je Instagram Stories. Nou, jullie kunnen weer meekijken op mijn schermpje van mijn iPhone. En hier heb ik het account van Larissa. Supermooi voor je trouwens. Complimenten. Yeah. En als ik dan naar Larissa's Instagram Stories ga, dan kan je er doorheen scrollen door rechts en links te klikken. Dat wisten jullie al wel. Maar je kan dus ook foto's pauzeren en video's. Dus hier heb ik een videootje van ons tweeën. En als ik dan hem ingedrukt hou, dus mijn vinger op het schermpje hou, dan stopt hij even. En dan kan ik weer doorgaan en dan kan ik hem weer pauzeren. Dus dat is heel erg handig, maar dat kan je dus ook doen met foto's. Ja, is ook fijn. Dus als ik een foto langer wil bekijken, zoals deze, dan hou ik hem even vast. En dan zie je dat het balkje bovenin stilstaat en de foto ook. Ja, top. De tweede hack is dat je met slechts 1 vinger gewoon kan inzoomen in plaats van dat je dus 2 vingers nodig hebt. Is heel erg makkelijk en snel. Dus we gaan jullie even laten zien hoe dat dan werkt. Ze draaien de telefoon om zodat je dus echt kan zien dat ik maar 1 vinger gebruik. Dus ik heb hier gewoon een kast staan en je drukt hem gewoon in zoals normaal. Dus je drukt hem in en dan bloep, cactus. Yeah. Dus super makkelijk. Net iets handiger dan als je 2 vingers moet gebruiken. Precies. Dus je kan het allemaal met 1 hand doen. Nou, hack nummer 3 is het geheime kleurenpalet die verborgen zit in de Instagram Stories. En we gaan jullie laten zien hoe je die kan vinden en dus kan gebruiken. Dan moet je eerst even een fotootje maken. Ik doe hem eventjes van het plafond. Dan hebben we een mooie witte canvas. En dan weet je dus dat je kleurtjes kan kiezen om mee te tekenen. En dan onderin heb je de kleurtjes. Deze kan je naar rechts swipen en dan heb je een heel ander kleurenpalet. Naar links swipen bedoel ik eigenlijk. En wat je ook verder kan doen is je kan hem ingedrukt houden en dan vind je hier nog meer kleurtjes. Ja, echt super cool. Want ik dacht eigenlijk dat je gewoon alleen die eerste paar set kleuren had. En toen leerde ik dus dat je nog meer kleuren hebt als je naar de zijkant swipt en nog een keer nog meer. En dat je nu dus ook nog hele lichte kleurtjes en eigenlijk alle soorten tinten kan maken die je zelf wilt. Ja, dus dat voor mij heel was cool. Het echt een dubbele hack op elkaar van alle kleuren. En ik vind het super leuk dat je zo lekker kan spelen. Hack nummer 4 is dat je ook verschillende soorten lettertypes kan gebruiken voor in je Instagram stories. Zoals je weet, als je gewoon daar een tekst schrijft en er zit een soort van Arial-achtig lettertype. Ja, gewoon blokletters. Op zich prima, hartstikke leuk. Maar als je nou ook nog een andere app downloadt, dan kan je ook nog andere lettertypes gaan krijgen. En dat is wel heel erg leuk. De app die je daarvoor downloadt is Emoji Keyboard 2. Als we daar een linkje van kunnen vinden, zetten we die even in de beschrijving. En als je die opent, zie je dus dit beeld. Dan ga je nu naar Emojis. En dan druk je op het blauwe wolkje. En dan zetten we hem op letterpen. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat het betekent. En hier zie je dus een heel scala aan verschillende soorten lettertypes. Die je kan gaan uitkiezen. Dus laten we er maar eentje kiezen die er wel grappig uitziet. Deze Magic Rules. Dus dan kan je gewoon een woordje tikken wat je wilt. Endless Weekend. Nou, dat is op zich wel een grappig lettertype. En wat je dan doet is alles selecteren. En je doet op kopiëren. En dan ga je terug naar Instagram Stories. Dus we maken eventjes een foto gewoon weer even van de witte canvas. Je gaat gewoon naar waar je dus normaal je letters zou gaan typen. En daar doe je gewoon plak. En dan heb je lettertype voilà. In een ander. Of dan heb je letters in een ander lettertype. Het is wel heel erg leuk om een beetje mee te spelen. Een keer wat anders. Ja, hack nummer 5 is een kleurenfilter. Dus een extra filter bovenop de andere filters toepassen. En deze hack herken je misschien uit onze video van de Snapchat hacks. Het is namelijk precies hetzelfde hack en we gaan hem toch nog laten zien voor het geval je hem hebt gemist. En hij is natuurlijk heel erg leuk. Dus maak eerst een foto. En dan pakken we een letter en die geven een leuk kleurtje. En wat je dan doet is je vergroot hem gewoon heel erg groot totdat het randje helemaal blurry wordt.
En dan zet je hem in de hoek neer en dan wordt het een beetje een ombre effect. Ja, het ziet er echt super leuk uit. En als je creatief bent en tijd over hebt, dan kan je natuurlijk ook nog een L of een I pakken. Volgens mij is het een I, hè? Ja. Een I pakken en dan doe je die bijvoorbeeld in een andere kleur, zoals geel of blauw of wat dan ook. En als je die dan in je andere hoek gaat zetten, dan kunnen we hopelijk een soort van meerdere ombre effect-achtige kleurtjes krijgen. Ja. Oh, in dit geval heb je het ook met emojis doen, want die hebben natuurlijk ook een kleurtje. Dan moet ik het heel voorzichtig doen. En dan heb je hier twee kleuren filters. Nou, het is niet echt heel mooi, maar het heeft toch wel iets grappigs. Het is wel leuk. Dus als je gewoon iets hebt van, ik heb een emoji die ik een leuke kleur vind te hebben, dan kan je die daarvoor gebruiken. En anders kan je gewoon ook letters kiezen. Dat is heel erg leuk om mee te spelen. Dus ja, en je kan ook zoveel mogelijk kleurtjes doen. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Kan je echt een soort van regenboog van maken. Dus helemaal leuk. De volgende hack is hack nummer 6. En we laten je zien hoe je heel makkelijk gewoon een soort van vaantje of een banner in je foto kan maken. Ja, het is ook wel heel erg handig voor als je achtergrond een beetje druk is. Op die manier kan je tekst wat meer naar voren laten komen. Dus hier heb ik even een foto gemaakt van een best wel drukke foto. En wat ik dan doe is, ik pak de letter I. Want dat is eigenlijk gewoon een recht balkje. En die vergroteren we dan. En dan draaien we hem. Dit is eentje die Larissa laatst had ontdekt. En ik vond het echt super geniaal. En dan kan je hier het eroverheen zetten. En dan zet je er daar overheen weer een tekstje. Zoals interior goals. Zo. En dan is het toch net iets duidelijker. Want je kan er dus ook achter tekenen. Maar dan wordt het vaak een beetje een kriegel. Ja, een beetje wat rommeliger en zo. Wat ook leuk is. Maar dit is ook wel heel erg mooi. Het is wel meer minimalistisch-achtige versie, denk ik. En wat je dus ook kan doen is een soort van, oeps, zo, is een soort van vaantje maken. Dus ik heb hier gewoon een haakje van haakje openen of haakje sluiten. En die maak ik groot, die draai ik om. En dan is het net zo'n boogje, gewoon, ja. Waar je dus ook de tekst in kan doen. Het is alleen wat moeilijker om daar je tekst in te doen, omdat die dus rondloopt. Wat je dan kan doen is gewoon je letter los doen. En dan kan je op die manier heel mooi de letters zo een beetje mee laten lopen. Ja, mee vormen inderdaad met het vaantje. Ik vind het echt super cool uitzien. Oh, ik weet niet waarom ik dat deed. Zo. Ja, het is niet echt het beste voorbeeld, maar nu staat er bijvoorbeeld hooi. En dan zit het een beetje scheef, maar het geeft wel een beetje een idee. Hack nummer 7 is foto's uploaden die ouder zijn dan 24 uur. Want zoals je weet kan je bij Instagram Stories dus ook foto's uploaden die je gewoon hebt gemaakt en niet direct in Instagram Stories. Maar ze wat moeten wel. Dat is echt top is. Dus echt top inderdaad. Maar ze moeten wel 24 uur oud zijn. Ja. En als ze nog ouder zijn, of minder inderdaad. Als ze nog ouder zijn, dan is het gewoon jammer, dan kan ik niet meer uploaden. Tenzij je het natuurlijk printscreen. Dus ik heb hier mijn fotoalbum. En dan heb ik hier een fotootje van Larissa. Die vind ik heel erg leuk. Maar die wil ik eigenlijk nog plaatsen. Maar die is al wat ouder dan 24 uur. Ja, dus wat we eigenlijk hadden gemerkt is dat je hier op je iPhone op dupliceer zou drukken. Zo van, ik wil hem nog een keer opslaan, dacht ik. Dan werkt het gewoon niet in Instagram. Dus dat is dus een no. Dat was jammer. Maar je kan hem wel printscreenen. En dan slaat hij hem dus op. En dan is hij in principe minder oud dan 24 uur. En dan kan je hem gewoon uploaden als je dat wil. Tada! Dus dan daar staat hij in. Upload ik hem hier. Enige jammer is dat je dan die balkjes erboven hebt. Maar die kan je eventueel veranderen van kleur. Door gewoon iets toe te voegen. En dit was dus met foto's. Maar natuurlijk wil je video's soms ook iets later posten dan 24 uur. Mm-hmm. Dus we vonden het heel erg lastig van hoe werkt het nou. Want je kon hem dus niet opslaan. Hoe kunnen we dat doen? Dus wat ik laatst heb gedaan is, ik heb gewoon een video verkort zelf. En toen werd hij opnieuw opgeslagen. Toen kon ik hem niet vinden en uploaden. Dus toen heb ik de video naar Larissa gestuurd. Larissa heeft hem weer naar mij gestuurd. Toen heb ik hem opgeslagen en toen kon ik hem weer uploaden. Dus toen vond ik hem weer terug. Dit is een videootje van een concert waar we laatst heen waren geweest. 2-3 dagen geleden. Ja. En die kan ik dan nog steeds uploaden. Het is echt super omslachtig. Maar het is zeker wel mogelijk om nog een oude video te uploaden. Ja, dus je moet zeker even iemand hebben die gewoon jouw video wil ontvangen. Daarna weer terugstuurt. Maar dan is het wel heel erg leuk dat je toch nog even je video kan plaatsen. Ja, zeker. Super cool. Nou, dat waren onze 7 hacks voor Instagram Stories. En ik denk dat wij wel een beetje meer team Instagram zijn.
Wat ben jij? Ben je team Instagram of ben je misschien wel team Snapchat? Laat het eventjes weten hier in de comments hier beneden. Ja, want wij vinden Instagram gewoon heel erg leuk. Gewoon niet alleen gewoon de foto's plaatsen en dat soort dingen. Dat vinden we gewoon heel erg top. Maar ook dat je bijvoorbeeld live kan sinds kort. Dat vonden we echt super cool om te doen. Ik weet niet of jullie ons hebben gezien. Waarschijnlijk een groot deel niet en een groot deel of een klein deel wel. Ja. Dus als je erbij was, super leuk. Want we vonden het echt heel erg gezellig om te doen. We kregen ook heel veel leuke vragen toegestuurd. Ja, dus het zou ook best wel een leuk idee zijn, denk ik, voor een soort van live Q&A. In plaats van dat we het in videovorm doen, want dan krijgen jullie directe respons. Dus laat even weten of jullie daar geïnteresseerd in zijn. Dan kunnen we misschien een keertje een iets mooiere Snapchat, Instagram live sessie organiseren. Ja, dan kunnen we het misschien van tevoren organiseren, zodat jullie ook weten van wanneer we dan live gaan. Ja. En dan kunnen jullie allemaal komen. Lijkt me echt super gezellig om te doen. Nou, vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog niet geabonneerd was. En check ook zeker onze vorige video's die we de afgelopen tijd online hebben gezet. Linkjes daarvan zullen we ook in de beschrijving neerzetten. Ja. En vergeet deze video natuurlijk geen duimpje omhoog te geven. En dan zien we je heel graag terug in de volgende video. Oké, doei!